boek Het wonderbaarlijke voorwaar van de hond in de nacht gelezen van Mark Haddon. Ik vond het vooral een heel interessant boek omdat het geschreven is uit het perspectief van een autistische jonge Christopher. Ik denk dat het hoofddoel van de schrijver niet echt was om een super ingewikkeld verhaal te vertellen, maar eerder om aan de mensen te tonen op welke manier autistische mensen denken. Zo zijn de hoofdstukken bijvoorbeeld genummerd als priemgetallen. Voor mezelf was het een heel nieuwe ervaring, omdat ik hiervoor eigenlijk nog niet veel afwist van autisme, maar dankzij dit boek kan ik nu wel beter plaatsen hoe ze denken en handelen. Toch is het ook een heel vlot en leuk verhaal, geschreven in een heel makkelijk taalgebruik. Maar dat komt natuurlijk ook grotendeels omdat Christopher zelf in korte en makkelijke zinnen denkt. Als jij iemand bent die graag meer te weten wilt komen over autisme op een leuke, vlotte manier, dan is dit boek echt iets voor jou.